Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuw. Ik zie er vreselijk blabberd uit. Het is een beetje een representation van hoe ik me voel. Niels is sinds jullie ook de vorige vlog hebben gezien, sinds zaterdagmiddagavond heeft hij de griep. En gisteren had hij 's ochtends een opleving, 's middags stort hij weer volledig in. En vanmorgen, en hij is dus de hele week thuis geweest, en echt flinke koorts. En vanmorgen, mijn ouders en de kids zouden naar het Nijntje Museum gaan, maar we dachten Niels gaat niet mee, maar hij wilde ineens mee. Dus hij is mee, we gaan zien hoe dit gaat. Hij had ineens, was hij er klaar voor, dus verbaasde ons zeer. Dus we gaan zien hoe dat gaat. En ik voel me ook niet fit. Sven ligt ook ziek op bed. Dus het is, de sfeer is goed. Ik ben geopereerd afgelopen dinsdag. En dat is gelukkig heel goed gegaan. En als ik me niet ook nog ziek zou voelen, denk ik dat ik me best wel oké zou voelen. Het is wel lastig omdat... het idee was natuurlijk dat ik nog gewoon een paar dagen rust zou hebben. Maar... met een ziek kind thuis en dus ook mensen die daarvoor zorgen, want ik kan natuurlijk niet zoveel, kan best wel veel, maar niet zoveel met kinderen, omdat ik natuurlijk niet echt kan tillen en bukken. Maar is dat wel even pittig. Ik moet zeggen dat ik vooral de narcose merk. Ik merk dat ik moe ben, ik ben niet scherp. Ik heb denk ik ook last van de zuurstof, zeg maar, die is toegediend. Ik ben best wel benauwd. Maar goed, ik ben ook gewoon verkouden, dus ik weet niet waar het allemaal aan ligt. Maar als je zeg maar het hele proces van de operatie, nou niet de operatie zelf, maar alles daaromheen wil zien, daar komt een aparte video over. Maar dat viel me in ieder geval heel erg mee. Daar ben ik heel blij om. Het was echt een fractie van wat het natuurlijk de vorige keer was. Dus dat is heel fijn. En ook qua herstel, ik bedoel, als ik zie wat ik nu kan versus wat ik toen kon, dat is top. Vandaag hebben Sven en ik 10 jaar. Dat zouden we al nu niet gaan vieren, want hij had eigenlijk een heel leuk feestje van zijn werk. En dus hadden we het naar volgende week verplaatst. Toen bleek ook mijn operatie te komen, dus toen dachten we, kan nu toch niet zoveel, dus dan is dat niet zo erg. Maar goed, nu ligt hij dus ziek op bed. Ik heb wel vanavond romantisch het eerste, onze eerste date was een kookwedstrijd. En dat gerecht staat op het menu, dat had ik gewoon voor mezelf gedaan. Maar goed, dan mag hij mee eten. Ja, en ik heb nul plannen, want ik ben gewoon, ik moet gewoon rust houden. Dat was eigenlijk het advies. Maar goed, als je dus beelden van mijn buik wil zien, of niet, kijk dan vooral even die andere video's. Ik ga nu eventjes een klein beetje dat opruimen. Alles wat zeg maar boven grond ligt, kan ik. Alles op de grond, dat kan ik niet. Maar dit kan ik, dus dat ga ik even doen. Dat geeft wat rust en dan ga ik weer liggen. En ik heb gewoon een joggingbroek aan en een trui. En ik heb daaronder wel een corrigerend hemd aan voor een beetje stabiliteit. En Hier zet ik ze aan het kleuren. Elsa. En die... Ik was even niet zo blij. Dan helpt meestal wel naar buiten gaan. Dus dat zijn ze eigenlijk. Oh jongens, ik zie echt vreselijk uit. Ik denk dat ik morgen gewoon voor het gevoel ga opmaken. Misschien helpt dat al. Maar omdat ik zo'n traan nog heb, schiet ook niet erg op. Maar deze poppenkees gaat gelukkig wel ietsje beter. Dus dat is heel fijn. Net de kids in de auto naar mijn ouders gezet. Ik dacht ook nog even langs de brievenbus. Het zat een heel mooi kaartje in. En gewoon bloemen per post. Rozen. Dat is lief, hè? Och. Dat is toch wel heel leuk, hè? Ook al vieren we het volgende week echt. Nu is het echt. Dus heel lief. Nu ga ik allemaal cillen weer wassen. En dan stort ik in. Oh, jongens. Ik voel me echt met een minuut slechter. Ik heb nu een badjas over mijn... kleren of mijn joggingpak aan en een sjaal om en ik heb het nog steeds zo koud. Oh, schrikkelijk. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan nu koken. Ons romantische diner, wat ik eigenlijk in eentje zou eten, maar aangezien Sven ook ziek is, wat gezellig samen eten.
Niet dat ik echt trek heb, maar... whatever. Oh, dat is echt... Ik hoop echt niet dat ik die griep van Niels krijg. Maar goed. We gaan er positief in. Oh, mijn wangen worden ook groot. Goedemorgen, wederom sorry voor dit hoofd. Gisteren zei ik, nou, als ik me opmaak voel ik me misschien wat beter. Maar nou, dat stadium ga ik vandaag niet bereiken, denk ik. En ik hoest mezelf helemaal de ellende in. Dus ik ben bang voor die nagels. Ik ga nu even de pleister eraf halen en even kijken hoe die erbij staat. Ik ga niet zo vloggen vandaag, denk ik. Niet zoveel lucht om te praten. Kreet, kreet, kreet. Laat ik mezelf nog een beetje nuttig maken in mijn leven. Ik heb een aantal VT Wonens gepakt. En dan ga ik lekker inspiratie uit knippen. Het gaat een beetje zo. Dus ik dacht, nou, nu zitten we een beetje in een zo. Knippen, doen we nog iets nuttigs. Maar ik gewoon zittend. Dus ik ga even kijken. Theetje. Nou. Ik weet dat Sven dit wel tof vindt, dat je al die buizen zeg maar ziet hangen. Oh, dat is niet. Hier ook zo. Maar ik twijfel nog heel erg, want ik hou hier, kijk, hier hebben ze het plafond wel wit gemaakt. Dan zie je alleen die buizen nog. Dat vind ik op zich mooier dan als je dat allemaal niet bewerkt. Maar ik denk dat Sven dus zoiets wel zou uitknippen. Ik twijfel daar nog een beetje over. Ik vind zeg maar wel de hele industriële look wel cool. Alleen ik twijfel dan of ik het warm genoeg vind. Zeg maar knus genoeg. Ook omdat het gewoon een mega hoge ruimte is. Nou, zo ben ik een beetje aan het kijken. Ja. De midden. Doe de midden. Zorgt altijd goed voor mij, hè. Ja. Mensen willen dat het s'nachts bij me liggen. Maar ja, dat kan natuurlijk even niet met die buik. Dat is wel een beetje vervelend, de midden. Billen zijn wel weer schoon, hè. We hadden een heel romantisch avondje gepland, maar we doen ons best. Maar nou ja, zoals je ziet wordt het niet een hele romantische avond, maar we hebben in ieder geval een beetje van onze hapjes gemaakt. En straks nog een hoofdgerecht en nog een nagerecht, maar we gaan even kijken hoe ver we komen. En ja, de kids zijn wel aan de betere hand, maar slapen nog erg veel. Eén is juist weer wat minder goed van doen, maar goed, ze slapen heel veel en... mijn ouders zeiden van, hey, laat maar lekker bij ons en zie ik hier nog maar een dagje uit. Dus dat is heel fijn. Ja, dus wij gaan een beetje knabbelen. Dat hebben we eigenlijk al gedaan, maar ik vergat het te filmen. Eet een mes. Je ziet het niet, maar het is messy. En lekker. Nu gaan we weer eens doen. Goedemorgen, het is zondag. En ik kon mijn make-uploze hoofd niet meer aanzien. Dus ik heb vanmorgen mijn wenkbrauw geverfd. Nu heb ik dus alleen de gewoon bruin gebruikt, dus niet meer gemengd met lichtbruin. Dat vind ik eigenlijk mooier. En ik heb een beetje Laura Mercier tinted moisturizer zeg maar, opgedaan en een klein beetje blush en even mijn wallen bedekt en mijn pukkel. En dat is het ook, maar dat voelt gewoon echt even net wat beter, want ik werd helemaal naar van dat passille gezicht van me. Ik heb vannacht nog wel weer flink gezweet, maar ik voel me wel beter dan de afgelopen dagen. Het is tokken weer. Mijn moeder begint ook ziek te worden, dus de kindjes komen zo terug. En het was natuurlijk al fantastisch dat dit zo kon. Ja, Sven heeft waarschijnlijk een keelontsteking. Maar die gaat op zich wel beter dan de afgelopen dagen. Dus nou ja, we gaan ons best doen. Niels gaat eigenlijk best wel weer goed. Alleen Elin is niet zo blij. En die slaapt heel veel. Dus even kijken, maar ze heeft geen koorts. Dus maar een beetje in de gaten. Het was mij helemaal niet veel dat de kindjes weer thuis zijn. Elis slaapt nog veel. Niels ging eigenlijk heel lekker. Maar die moet ik toch nog even bij mama liggen. Dat mag ook. Dus ja, ik moet zeggen. Hij is echt wel helemaal opgeknapt. Het is meer dat hij gewoon nog niet zo energie heeft. Hij is 3 kilo. 3 kilo. Hij woog 20. Hij weegt nu 17 kilo. Ik vind dat echt absurd. Zijn klasgenootje was ook heel veel kwijtgeraakt. Vriendje van... Zoals zijn ouders. Die kwamen het vroeg tegen. Maar goed, Elin, ja, die wil ik eigenlijk zo wakker hebben. Want het is 4:30. Maar goed, dat moeten we even kijken. Want ze vindt het niet zo heel leuk om wakker gemaakt te worden. Misschien heb ik gewoon even de deur open gaan zetten. Ga ik even doen.
ging. Hallo. Hallo. Alleen was hij nog even zijn pizza te eten, want die was wat later klaar dan van ons. Zijn shirt nog aan. Morgenmiddag, het is maandag en ik besefte ineens dat ik gisteren de vlog niet had afgesloten. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Mijn stem wordt er niet beter op, maar mijn hoofd wel. Ik heb me vandaag weer even opgemaakt. Ik moest Niels naar school brengen en ik dacht, hoppatee, smeer er wat op, dan voel je je beter. Ik moet zeggen dat ik me ook echt wel beter voel dan de afgelopen dagen. Dus ben ik heel blij om. Ik ben net wel in slaap gevallen, dus ik ben nog niet helemaal fit. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Niels is eindelijk weer naar school. Daar ben ik heel blij om. Hij had een beetje gemeen gevoelens. Hij wilde wel graag naar school, maar niet graag naar de BSO. Ik toen ik hem naar school gebracht, heb ik ook eventjes wat boodschapjes gehaald. Dus ik ben voor het eerst weer wat verder gaan lopen. Dus daar was ik heel trots op. Maar daarna was ik echt helemaal uitgeput, omdat ik gewoon ook niet heel veel longcapaciteit meer over heb. Maar met mijn buik ging het best wel aardig, dus ik ben er heel blij om. Ik heb onder andere M&M's gehaald voor onze weekendje weg. Ik heb nog wat meer dingetjes besteld bij de HEMA. Bijvoorbeeld maskertjes en zo, want ik had bedacht, want volgende week gaan we dus een weekendje weg, omdat we 10 jaar samen zijn. Alleen, er zit een wellness bij en daar kan ik dus niet in, want ik mag niet na mijn operatie. Toen dacht ik van, weet je, dat is niet erg, prima. Maar toen dacht ik, het is wel lekker dat we gewoon ook op de kamer met je wellness voor mij. Dus ik heb maskertjes besteld. En of voor dingen voor je onder je ogen. En ik weet het allemaal niet. En dan gaan we gewoon ook op de kamer. In ieder geval voor mij ook een wellnessje van maken. Dus dat was een beetje het plan. Maar ook gewoon. Ik heb hartjesbonbons besteld. En ik heb dus M&M's. En dat soort dingen. Gewoon een beetje voor ze leuk. En een soort mini flesje kava. Goed. Dus dat. Dat komt vandaag en dan, volgens mij komt het dus pas vanavond, dus ik moet het even kijken hoe ik dat ga verstoppen, maar dat zien we dan weer. Moet zeggen dat het me heel erg goed doet om even een dag niemand om me heen te hebben. En dus gewoon in slaap te vallen als ik moe ben en niet daar doorheen te gaan. Dus dat is prettig. Ik ga lekker rustig aan doen vandaag en morgen heb ik alweer een aantal uur op mijn werk. Nou, niet op mijn werk. Ik kan ook nog geen kleren. Tenminste, ik kan wel kleren aan, maar sportkleren. Dus ik kan een broek of een panty doen, echt nog te zeer. Dus ik zei, ik kom nou gewoon in mijn trainingskleren. Mijn sportkleren aan, jongens, dat is bij me. Maar goed, ik ben ergens nodig bij een overleg. Dat gaan we even zo doen. En volgende week wordt het super leuk. Ik ga jullie vanaf donderdag meenemen. Dan gaan we bij mijn schoonouders slapen. En dan rijden wij vrijdag door. Eerst naar keukenzaak en dan naar ons hotel en dan zijn we daar 2 nachtjes en eten en lekker en dan neem ik jullie gewoon heerlijk mee. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. Mocht je meer willen weten over mijn operatie, dan zijn er dus aparte video's over. En die komen rond deze vlog online. Super bedankt. Doeg!